Voor het eerst strandt er zout water in natuurgebied Waterdune. Het is donderdag 26 september. Dit is Zeeland Nu. Trotse, maar ook sombere gezichten bij opening. Nog twee verdachten opgepakt in healingzaak. En voetbalclub Goes kruipt door het oog van de naald. Dag dames en heren. 15 jaar nadat er voor het eerst over werd gesproken, stroomt er zout water binnen bij Waterdune. De doorlaat die voor eb en vloed zorgt in het gebied in West-Vlaanderen is vandaag officieel geopend. Een bijzonder moment na al die jaren. Al waren er ook minder blije gezichten. We staan vandaag stil bij de opening van de getijdenduiker in het gebied van Waterdune. En we zien het hier op de achtergrond. Dat markeert het moment dat we het zoute water in het gebied van Waterdune laten. Ja, we vinden dat heel jammer dat dat zo'n mooie polder, dat die nou onder het zoute water gedaan wordt. Ik begrijp goed hoe lastig het is voor sommige mensen om dat zoute water binnen te zien komen. Daar waar we als Zeeuwen altijd tegen het water gevochten hebben en alles gedaan hebben om het juist buiten te houden. Bij Waterdune is verslaggever Pim van den Bergen. Ja Pim, aan dit moment is een lange geschiedenis vooraf gegaan en veel geld. Ja, een gedurfd plan kun je wel zeggen. Langdurig, want men is hier sinds 2004 mee bezig. Kostbaar, 80 miljoen euro tot nu toe. En omstreden, want zoutwater over vruchtbare Zeeuwse klei, ja, daar wordt niet iedereen vrolijk van. Een ambitieus plan dus, dat veel hobbels op de weg kende. Waterdunen, een gebied waar kustversterking, recreatie, natte natuur en aquacultuur samenkomen. Volgens de provincie Zeeland een uniek project. Dat bleek ook uit de aandacht die er tijdens de aanleg was uit binnen- en buitenland. Maar in het geheugen gegrift staan ook de vele protesten die voorafgingen aan de aanleg. Want er moest landbouwgrond worden geofferd en boeren en een camping moesten worden onteigend. Toen het omvangrijke graafwerk eenmaal was gestart, bleek dat de aanleg miljoenen duurder werd. Wat leidde tot politiek gesteggel over wie daaraan moest meebetalen. Hierdoor ontstond flinke vertraging. Waardoor ondernemers die zich hadden aangemeld om er in het speciaal gebouwde kustlaboratorium Zeelte teelten te gaan kweken, afhaakten. En vorig jaar nog was er onduidelijkheid over de veiligheid van de getijdenduiker, wat opnieuw tot vertraging leidde. Maar vandaag werd de duiker dan toch officieel geopend en staat het gebied in verbinding met de Westerschelde. Ja Pim, in het verleden waren er protesten, maar die waren er ook vandaag nog. Ja, we zagen het al in het begin. We zagen haar al, Magda de Feiter van Red Onze Polders. Zij stond daar met een groepje van 10 mensen stil te protesteren. En heel apart, helemaal aan de andere kant van de dijk, uit het zicht, zag je een aantal vrienden van Waterdune Nee. En die hadden een vlag meegebracht met de Zeeuws-Vlaamse vlag, die half stok hing. Ja, dan zouden er ook vakantiehuizen komen in het gebied. Hoe staat het met die plannen? Nou, ik sprak de ontwikkelaar tijdens de feestelijkheden en die verwacht in 2021 zo'n 200 campingplaatsen te hebben gerealiseerd en minimaal 300 vakantiehuisjes. Ja, en kan iedereen nu het gebied in? Nee, er is nog die testfase van het water achter mij, dat is nog bezig. Dat duurt tot december, maar aanstaande zaterdag is er hier een open dag en iedereen die dan wil, kan komen kijken. Pim, dankjewel. In de zaak van de man die vermoedelijk overleed na een healingsessie in IJsendijke zijn inmiddels 3 mannen aangehouden. Ze worden alle 3 verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer, een Nederlandse man, werd gisternacht in kritieke toestand afgezet bij het ziekenhuis in Oosburg. Hij overleed later in het ziekenhuis in Gent. Het OM wil nog niets over de identiteit van de verdachte of het slachtoffer zeggen. Het provinciebestuur richt zich het komende jaar op 5 hoofddoelen. Dat staat in de provinciale begroting voor 2020. Zeeland moet zichtbaarder worden buiten de provincie, inspelen op een veranderend klimaat en werken aan de energietransitie, slimme mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.
Er kan veel, maar niet alles. Voor het komende jaar maken we effectief 28 miljoen extra vrij om te investeren. Maar nog steeds kunnen we dan niet alle wensen die er liggen vervullen. En dat betekent dat we ieder jaar opnieuw keuzes moeten maken. Nu leggen we een aantal van die keuzes voor aan provinciale staten. Soms grote keuzes, maar ook kleinere keuzes die dan direct effect hebben op bijvoorbeeld een museum in Vlissingen waar we geld voor beschikbaar stellen. Maar ook innovatie van startende ondernemers, waar ook geld voor nodig is. Nou, dat leggen we nu voor en dat zullen we ieder jaar opnieuw blijven doen. Zwembad Omnium in Goes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Ezra Trinidad, de 13-jarige jongen die daar 2 jaar geleden verdronk. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De politie en het Openbaar Ministerie concludeerden eerder al dat Ezra omkwam door een epileptische aanval. Maar de moeder van de jongen denkt dat dat niet klopt en startte een zogeheten artikel 12-procedure om het onderzoek te heropenen. Maar ook nu is de conclusie: het zwembad treft geen blaam. Netwerkbeheerder Tennet compenseert 207 landeigenaren voor de komst van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borselen en Rilland. Grondeigenaren waarbij de lijn straks over het land loopt, krijgen een vergoeding. Maar er zitten ook mensen bij die echt een mast op hun grond krijgen. De masten komen daar te staan, voor mij, 2 naast de oude opstand. Omdat ze parallel staan, krijg je ook een strook tussen de 2 palen, tussen de oude en de nieuwe, die moeilijk te bewerken bevalt. Ook een deel van het land geeft ook minder opbrengst. En daar is dus die vergoeding voor. De onderhandeling erover heeft soms jaren geduurd. Het is een beetje taaie aangelegenheid om alle afspraken goed te doen. Dus het is best wel plezier dat dat nu achter de rug is. 3, 2, 1. Ja! Kinderdirecteur Tijn opende vandaag het buitenleslokaal bij de Jan van Schengen school in Heinkesand. De picknickbanken zijn betaald van een cheque die hij kreeg om zijn schoolplein groener te maken. Buiten les krijgen verhoogt volgens Tijn de concentratie. Maar helaas was de eerste les van korte duur. Het is ook gewoon niet een goede dag om buitenles te houden, want het regent heel veel. En het is wel leuk om buitenles te houden als het niet te warm en niet te koud is. Ja, deze dagen dus nog maar even binnen blijven en wachten op een mooie zonnige dag. Dankzij een spectaculaire comeback heeft voetbalclub Goes zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De club maakte tegen Silvolde in Gelderland een 2-0 achterstand goed. En de volgende tegenstander in het bekertoernooi is een profclub. Silvolde tegen Goes is ook het verhaal van deze Steve Schalkwijk. Want eigenlijk zou de topscorer van Goes niet mee kunnen doen vanwege zijn werk. Maar Schalkwijk besluit na het werk zijn ploeg achterna te reizen. Hij komt iets later aan in Silvolde, maar begint wel op de reservebank. En vanaf de bank ziet Schalkwijk dat Goes op achterstand komt. Hier is de 1-0. Na rust komt Schalkwijk toch in de ploeg. Want Goes moet scoren om het hoofdtoernooi van de KNVB-beker te bereiken. Eerst komt Silvolde nog op 2-0 en lijkt Goes weer te gaan verliezen. Want in de competitie gaat het niet zo goed. 4 nederlagen op rij al. Dan deze actie van Silvio Hagen. Hij scoort de 2-1 en er gloort weer een sprankje hoop bij de spelers van Goes. Maar de tijd gaat dringen. Hier is er nog maar 5 minuten te spelen en het wordt spannender en spannender. Hiep de Gwen met de gelijkmaker en je voelt aan alles dat Silvolde moe is. Maar Goes verzilvert de kansen niet. Penalty. Daniel Wissel wordt gevloerd in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En daar is Schalkwijk dan. Hij gaat achter de bal staan en hij schiet Goes naar de eerste ronde van de KNVB-beker met een rake treffer. Steve, je zou er niet zijn. Je was er toch en dan wordt het zo de avond. Nou, mooi toch? Lekker. Genoten? Ja, absoluut. Ik denk dat wij wel terecht hebben gewonnen vandaag. Petje af voor de jongens, want ze hebben enorme strijdlust geleverd. Maar het hoofdtoernooi is gehaald en een wedstrijd tegen een profclub is altijd leuk. Absoluut, we genieten toch? Cambuur, ja, waarom niet? Goes is de tweede Zeeuwse ploeg die volgende maand in de KNVB-beker uitkomt. Hoek was al zeker van een plekje in het hoofdtoernooi en treft PEC Zwolle. Hoek speelt ook thuis. Kloetingen redden het niet. De Beverlandse ploeg werd in Limburg uitgeschakeld door Groene Ster uit Heerlen. Dit is de 1-0 van Zwartjes, waarbij keeper Nando Pijnenburg verrast wordt. 7 minuten later staat het 2-0 door een treffer van Vlugge.
Kloetingen krijgt genoeg kansen om te scoren. De teller blijft op nul staan en dus is Kloetingen uitgeschakeld. Ja, wie heeft zich niet in regenkleding gehesen vandaag? Er trok een groot regengebied over de provincie. En ook de bomen kleuren herfstig, nu nog de wind. Nou, die krijgen we morgen. Dan waait het stevig, temperaturen liggen vrij laag. Maar het regent een stuk minder dan vandaag en we zien zelfs de zon nog, zo nu en dan. Zometeen in Zeeuws Meisje, hashtag gelijkheid. Wat vinden mensen op straat van het Zeeuwse meisje? Zeeuws Meisje? Nou, het is mijn vriendin. Ja. Dus dat was wel heel snel, maar het is wel heel mooi gedaan. Ook de klederdracht, heel leuk dat het natuurlijk gewoon terugkomt. Want ik heb het idee dat het toch wel een beetje in een vergetenhoek wordt gestopt. Dus het is altijd leuk om te zien dat het weer terugkomt. Ja, dat is nu. En wil je precies weten wat voor weer het dit weekend wordt? Na Zeeuws Meisje krijg je het weerbericht van Doreen. En ik zeg alvast een fijne avond. Tot later.